Jij moet nu de grote steen. Jij zal opheffen. Maar die steen, het gaat eens zien hoe groot dat is. No way. Ik heb toch eigenlijk geen tijd meer. Ik zou dringend mijn broer moeten bevrijden uit de Castle of Death. Jouw training nog niet, Moldaan is. Meekomen, ik zal. Hoe zouden wij dat ongezien kunnen binnenraken in Castle of Death? Heb je er eigenlijk al eens over nagedacht, Zag? Nee, ik zal even over nadenken. Ik heb erover nagedacht. Ik weet niet of je dat weet, maar onze zus Romanie die werkt in de Castle of Death. Misschien dat zij een manier weet om daar binnen te geraken. Wat? Romanie werkt in de Castle of Death? Daar wist ik niks van? Ja, dat is een lang verhaal. Zeg, ja, dat weet jij geen manier om vanuit het ruimteschip Romanie te contacteren? Romanie met hologram contacteren, ik zal. Piep, 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 piep. Oei, ik word opgehologramd. Mister Yoda, Eddie heeft al heel veel over u gepraat. Waarom probeer je mij te bereiken? Ja, broer, ik help. In de kasten om dit jij werkt. Helpen kan jij ons. Ja, natuurlijk. Elke avond om 6 uur aan de oostkant van het kasteel gaan de afvalluiken open. Misschien kan u langs daar binnenkomen. Maar ik moet nu door voordat de emperor mij betrapt. Hij is nog erger dan de Wild One en blijft altijd in het kasteel. Ah, jij vuile vriend, je bent betrapt. Nee. Kom mee naar de cel. Auw, nee, auw. Hey. Samen zijn, gaan we de emperor verslagen. Ik zal zeggen allemaal, ten aanval! Verrassing, ten aanval! Nee, allemaal een klant. We hebben Kimmel gebruikt als lokaas. Is dat niet waar, emperor? Ja, mijn dienaar, je bent goed, juist. Laten we afrekenen met dat thuis. Keizer en de White One zijn dood. En bovendien ziet mijn nieuwe oort er goed uit.